ben Tippy. Ik woon bij opa en bomma. Mijn vrienden wonen boven in het poppenhuis. Soms komen ze naar beneden en dan maken we samen heel veel lol. Kijk, bomma zit al klaar. Zij vertelt ons nieuwe avontuur. Het is prachtig weer. Ik lees met opa de krant. Poef, wat hoor ik? Oh, alle poppen komen in de tuin gestapt. De zon schijnt. We mogen van bomma een theefeestje geven in de tuin, zegt de pop met krulletjes. Bomma haalt voor ons het oude rozenservies uit de kast, zegt de pop met een deftige jurk. Waf, gezellig hoor. Mag ik ook meedoen? Kun jij je netjes gedragen, Tippy? Vraagt de grootste pop streng. Joehoe, hoor ik. Waf, daar komen ook de dieren de tuin in gehold. We hebben het wel gehoord, hoor, roept Giraf. Wij doen ook mee met het feestje. Dat kan niet, zegt de pop met roze kleren. Jullie slurpen en slobberen. En jullie dan? Vraagt Panter. Wij nemen kleine slokjes en nette hapjes. Dat gaan wij dan ook doen, zegt Olifant. Jullie doen veel te wild. Jullie maken het oude rozenservies van bomma kapot, zegt de bruine pop. Kwaak, wij kunnen best wel voorzichtig zijn met dat servies, zegt Eend. Ha, een tuinfeestje, roept opa. Ik ga de tafel halen. Tafel op het gras, kleed erop, kopjes, schoteltjes, taart en de theepot natuurlijk. Oh, kijk. Hé, daar komt Rosaura aan, roept de pop met strikjes in het haar. Ha, Rosaura, doe je ook mee? Wof, gezellig, waf, waf, leuk, roepen we allemaal. Ik moest helemaal van de zolder komen, zegt de reuzenpop. Een theepartijtje. Oh, wat enigjes. Oh, wat enigjes, roept Aap. Als wij en Rosaura nou aan één kant gaan zitten en de dieren aan de andere kant, stelt de pop met de deftige jurk voor. De dieren kijken verbaasd. Wat nu weer? Nee hoor, zegt Rosaura. Allemaal gezellig door elkaar. Ik zal de thee inschenken. De dieren doen reuze hun best om rustig te eten en niet te slurpen bij het drinken. We vertellen grappen en we doen het spelletje ik zie wat jij niet ziet. En we vragen heel netjes, wil je alsjeblieft het melkkannetje doorgeven? De taartjes zijn overheerlijk. Waf, echt een deftig feestje. Opeens een geschreeuw. Zie je wel? Daar zijn ze. Grote en kleine beer komen uit het huis gestormd. Jullie stiekem snoepen, hè? En niets tegen ons zeggen. Jullie wisten best dat we nog op de vensterbank stonden. De beren klimmen op de tafel. Ze gooien de kopjes om. En ze proppen alle honingsnoepjes in hun mond. Ze smakken van je welste. En ze duwen ons ondersteboven. Rosaura is omgevallen en ligt met haar stijve benen in de lucht. Hebben jullie de taart ook al helemaal op? Roepen de beren met volle mond. En ze kiepen ook nog de suikerpot om. Panter verslikt zich in een stukje beschuit en hoest zich te pletter. Oh, 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 jammeren de poppen. Waf, 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 roep ik heel hard. Daar komt bomma aan. Ze schrikt zich een hoedje. Wat een puinhoop.
Dan grijpt ze de twee beren. Wij mochten niet op het feestje, brommen de beren. Iedereen is doodstil. Wat gaat Bomma zeggen? Ze kijkt naar de tafel. Alles ligt overhoop. Er is één geluk. Het rozenservies is niet stuk. Deze twee beren zet ik weer boven bij het raam, zegt Bomma. Dan ruimen we straks de boel wel op. Net goed, fluistert een pop. Zegt Bomma. Wij helpen met z'n allen Rosaura weer omhoog. En we gaan om haar heen in het gras zitten. Waf, ik haal een boek. Rosaura, lees jij ons voor? Prima plan, roept Olifant. Waf, prima plan, al zeg ik het zelf.